De verkiezingen komen steeds dichterbij. Hier tonen we u hoe u elektronisch kunt stemmen. Meld u aan bij binnenkomst in het stembureau aan de tafel van de bijzitters. Geef uw oproepingsbrief en identiteitskaart af aan het personeel van het stembureau. Een medewerker activeert en overhandigt u een chipkaart. U kunt nu naar een van de stemhokjes gaan. Steek uw chipkaart in de stemcomputer. Een wit knipperend licht of een symbool geeft de plek aan waar u deze chipkaart moet invoeren. Let erop dat u ze in de juiste richting invoert, met de chip en de pijl naar boven. Een markering geeft aan tot waar u uw chipkaart in de gleuf moet steken. Volg nu de instructies op het scherm. Selecteer eerst in welke taal u wilt verder gaan en bevestig uw keuze. Selecteer uw lijst. Als u een fout hebt gemaakt, kunt u uw keuze verwijderen. Of bevestigt uw keuze. Selecteer uw kandidaten. Of breng een lijststem uit. Als u een fout maakt, kunt u steeds uw selectie wissen en opnieuw beginnen. Daarvoor moet u een tweede keer op de gemaakte keuze drukken. Om van lijst te veranderen, gebruikt u de toets Terug. Bevestig uw stemkeuzes door Bevestig uw keuze te selecteren rechtsonder van het scherm. De stemcomputer print een stembiljet af dat u bij de stembus moet scannen. Kijk het stembiljet na en vouw het met de bedrukte kant naar binnen. Neem de chipkaart uit de stemcomputer. U kunt nu het stemhokje verlaten. Als u uw stembiljet wilt controleren, ga dan naar het controlestemhokje en scan uw stembiljet. Uw stem is nu op het scherm te lezen. Het getoonde resultaat kunt u vergelijken met uw papieren stembiljet. Op het scherm wordt het einde van de operatie aangekondigd. En na enkele seconden wordt het scherm gewist. Ga naar de elektronische stembus met uw kaart en uw stembiljet. Wacht in de rij tot de persoon voor u gereed is. Geef uw chipkaart terug aan de bijzitter zodra het uw beurt is. Open uw stembiljet en scan het door met de bedrukte kant naar beneden op de scanner te leggen. Een geluidssignaal bevestigt dat uw stem correct werd gescand. Na korte tijd gaat de klep van de stembus automatisch open. Vouw uw stembiljet opnieuw met de bedrukte kant naar binnen en steek het in de stembus. Als u deze stappen hebt genomen, krijgt u uw identiteitskaart en uw afgestempelde oproepingsbrief terug van de bijzitter. U hebt gestemd.